Dan zitten we weer. Deze keer niet voor de geschiedenis van de Sonic Games, maar over 5 pretparken die ik nog graag wil bezoeken. En misschien mijn Nathan ook. Waarom ik niet zo lang heb geüpload, hebben jullie een soort van zaken gezien, maar ja. Ik heb echt ik heb ook gezegd welke pretparken echt goed zijn. Het is vooral Europa, want Amerika, ja, is nog een beetje ver voor mij, dus ja, misschien lukt het nog wel. Maar let's go met de eerste. Ja, met de 5 eigenlijk. Nummer 5, ik zal eerst boven ergens de naam zetten, ook nog, is Walibi Holland. Ja, jullie zullen zeggen, waarom Walibi Holland? Omdat ik echt, ik wil Walibi Holland nog doen, omdat ik wil het nog heel erg doen, omdat er een RMC staat, die de dichtste voor mij is hierbij. En dat is Untamed. Vooral ook Goliath. Omdat ook de snelste was de snelste eigenaar van de Benelux. Dus dat kon daar worden. Wat nog? Goeie vraag. Wat nog? Ja. Andere dingen. Zo, maar nieuw themagebied. Dat ziet er misschien niet zo goed uit. Maar oké. Okay. Ja, nog kan ik erover zeggen. Gewoon een tof park, denk ik wel. Dus ja. En nummer 4. En nummer 4 is een bijzondere die al echt ver, ver van mij is. Ik zal het misschien eens opzoeken. Ik weet niet of dat jullie het kennen, maar even kijken, hè. Ja, sorry mensen, maar ik ben het opzoeken. Ja, sorry mensen, ik ben echt stil aan het een beetje opletten over dinges, maar het is, oh stop even, het is Park Asterix en Obelix. Ja mensen, Park Asterix en Obelix. Het is een groot park, vooral voor deze achtbaan wil ik graag komen, voor deze achtbaan kom ik. Dat is voor eens nog wat dingen achtbaan en zo, kostel. Voel ik al veel, ik had toch Wii U, ik had toch een beetje veel. Gewoon, is zijn 35 jaar gewoon een goede achtbaan dan ook wel. Dus, dat is mijn nummer. Dat is nummer 4. Gewoon een tof paard met toe, dat is een goede hangende achtbaan. Ik weet niet hoe die noemt, Osiris denk ik, ik weet niet. En dan wel nog andere, alleen Goldrix is wel een beetje pijnlijk. En Pegasus is ook nog, noemt die Pegasus? Ja, zo die nieuwe, ik niet zo, niet nieuw, maar zo de nieuwste van. Die zo, die had eerst vooruit, en dan gaat hij weer achteruit, terug. Ziet er heel leuk uit. Ook heel graag bezoeken. En nummer 3. Energylandia. Ja, Energylandia Polen. Ik weet niet, waarschijnlijk ga je echt kei laat bezoeken. Maar ik wil dat heel graag bezoeken, Energylandia. Ja, het is gewoon een tof. Ik denk dat ja, de meeste achtbanen van het park. Gewoon een tof park. Vooral die RMC zit er wel. Ik denk een tof park, maar ik denk die RMC ook wel mooi is. En wat nog? Zo, wacht hè. Noemt een, er is nog een achtbaan. Als jullie nog meer attracties weten of zo van dat park, laat het dan zeker weten. Ja. De nieuwe lanceerachtbaan, die zo Grieks thema. Er is een nieuw gebied geüpload. Snow Candy of zoiets. Ja, sorry dat ik mijn wenkbrauw altijd zo doe, maar zo. Maar, ik vind het gewoon een tof park, denk ik. Hè. En nummer 2. Tof park in Engeland. Tof park in Engeland is gewoon een. Ik heb al YouTube-filmpjes gezien over tof park. Goede attracties. Vooral de nieuwe attractie Hyperia,
Maar dat is niet goed, maar oké. Hyperia, want het is echt een goede achtbaan, denk ik. Alleen het is veel vaker de storing. Dus ja, dat wordt ook eens een beetje. Ook nog andere, de Swa, zo die gaat recht omhoog. Dat is zo. Ja, dan een goede achtbaan, een Lassier achtbaan. Dark White of iets van een. Oh, is het van een horrorfilm, denk ik? Ik weet niet. Zoiets, ik weet niet. Maar het lijkt me wel leuk. En dan zijn we eindelijk aangekomen met de nummer 1. En de nummer 1 is nog vetter. Het is namelijk Alton Towers. Alton Towers is mijn nummer 1 die ik graag wil bezoeken in Europa. Waarom? Een goede achtbanen. Smiler, Rebo, Nemesis. Collecting nog iets of zoiets. Wat is er nog? Nog een houten achtbaan, daar is een goede achtbaan. En Darkwoods zijn ook nog goed. Het is gewoon een tof park. Vooral met dat kasteel ook zo. Dus ja, dat is gewoon, dat lijkt me echt wel een leuk park. Ik heb al veel YouTube filmpjes gezien over dat. Vooral Nemesis in Reborn. Ziet er echt een mooi uit, Reborn. Ik hoop dat de volgende Reborn is, denk ik, Collective of die zo naar beneden gaat. Ik weet niet hoe die noemt. Laat het dan zeker in de reacties weten. En ja, dan zou ik gewoon de park, denk ik. Mooi themagebieden. Dus ja. Mensen, dit was het dan voor vandaag. Zou ik zeker liken. En zeker hier rechtsonder. Of daar ergens, denk ik. Abonneren op mijn kanaal. Want ik heb dus 40 abonnees. En mensen, 2 eieren of iets anders. Ik zet 2 eieren, maar er gaat nog misschien iets anders komen. Gaat op mijn hoofd nog komen. Ik weet nog niet wanneer. En mensen, ik ga vloggen in Bobbejaanland. Ja, ik ga vloggen. De vorige keer was het even een ander vlogje. Was het gewoon een paar attracties. Maar deze keer ga ik echt vloggen. Ja mensen, ik ga vloggen in Bobbejaanland. Ik ga zo wat attracties. Ik ga zo een klein beetje naald aan doen. Maar ik ga niet in de Revolution filmen, ja. Revolution is, ja, misschien wel. Misschien ga ik wel filmen. Dus ik zal zien, oké? Ik zal zien. We zullen zien. Dus, ons zien en let's go. En dan ga ik jullie zien in de volgende video. Dan zeg ik natuurlijk, ciao guys, bye guys!